nog te zien. Of kabbelt dit verder tot aan de rust. Weer Van Dammer tussen. Deze keer de Witte. En opnieuw de fout. Zo blijven we bezig natuurlijk. Van Dam. Kondar, dat houdt hij niet binnen. Zelf de dugout van Kortrijk binnen. Daar houdt de bal wel binnen. Ja, daar is Trajkovski. En daar is ook Klepkes. Ja, die moet terug. Klepkes, Trajkovski draait hem binnen. En weggehaald door Matti Sparta. En dan nu Klepkes. Ja, het is een kunst om de bal vier keer in de ploeg te houden, moet ik zeggen. Nou, we zullen bijna moeten beginnen turven. Van Dam. Van Dam. En dan komt Trajkovski zomaar vrij per toeval. En goede redding van Van Dam. Dat zal hem vertrouwen geven. De simpeling geleverd toch. Martos. Sadri. Kom maar door. Mechelen plots wat vinniger op de bal nu. Trajkovski. Cordaro. Meegeven met Van Dam. Opnieuw Cordaro. Daar is de voorzet. Daar is Jonker. En daar is Mandan dan met één vuist. Bayern München op het veld van Wolfsburg. 1-6. Onwaarschijnlijk. Cassella. Meegeven met Buijers. Die legt hem voor De Camargo. En die krijgt hem er dan niet in. Want er is nog één Sheldon Bateau. Of was het Van Dam? Ja, het is Van Dam. Hoe dan ook. De kans voor De Camargo en voor Standaard. Knap van De Camargo, maar Van Dam is attent. Ja, knap gedaan. Net niet. Trajkovski. Cordaro meegeven. Goed gedaan van Jonker. Van Dam achteruit leggen en bijna Diavan. Mooie aanval, KV Mechelen. Goed. Vaak heel veel beweging zonder bal, wat dan tot die acties kan leiden. Cordaro, goed balletje van Dam. Diavan met de kopbal. De enige kans was eigenlijk richting Jonker. Maar ja, weer een balbezit op. Dat balbezit op. Ja, hij had hem even vast, is veel gezegd, maar ik denk dat hij hem aanraakt. Ja. En zelfs de gele kaart voor Niel de Pauw. Ja, we moeten de herhaling zien. Nog veel werk. Van Aken, even aflossingspunt. Overmeren. Bal te lang onderweg. De schepper Van Dam. Het is schrikken voor Lokeren. Twee soevereine wedstrijden op A-Gent. En thuis tegen Anderlecht. En nu plots lijkt een opdracht. Voorwaarts, aldus Peter Maas. Dat is een mooi woord voor een Griek. Om te begrijpen, goede paas. En Van Aken. Tackle van Van Dam. Knap naar binnen geknepen op de voorzet van Harbawi. Ja, die korte dekking die loont. Komt de bal van Cordaro, inswinger en Bailly, sterk daar. Dat is ook nodig van 1-0. Dat is geen gemakkelijke bal voor Messoudi, maar kijk daar, Ibu achter zijn rug. Ibu gaat man op man tegen Van Dam. Raakt er niet voorbij. Maar wel. Ja, dat is een beetje breien. Maar we moeten diep geraken. Cumorzi, daar is Jelle Vossen. Dat is goed gedaan. Vossen goed gedraaid. En dan draait hij zichzelf in de knoop. Maar tweede gevaar van Racing Genk. Tweede goede aanval van de bezoekers. Gerkes. Chimanga. Die zeilt hem weg. Geeft een cadeau aan Buffel op die manier. Buffel met... Kozanovic. Jonker. Alweer
een dramatische paas. Dat lijkt er nu toch echt niet meer op. En Mechelen is het krediet dat het hier opbouwde bij zijn supporters. Maar na die 5-2 tegen Kortrijk en die winst tegen Anderlecht aan het weggooien. Trajkovski, Van Dam. De verkeerde kant uitgedraaid. De stormen, die voorzet komt niet aan. En het loopt voor geen meter. Maar is de streekderby. Van Dam zet zich goed door. Hij kan dan eens uithalen. En zo moet Berezovski voor de eerste keer in actie komen. Nu ja, veel meer dan de bal oprapen. Een van zijn denen, Mats Jonker, die zo broodnodig een goal moest maken. En die er een goede maakt. Goede collectieve goals heeft Mechelen gemaakt. Komen ze weer. Van Dam. Weer een goede aanval. 5-1. Diabang. Ze vliegen er plots allemaal in. Veselinovic. Dan krijgt die bal zomaar terug. En dan is daar nog Van Dam. Die hoopt op een fout, maar het wordt een hoekschop voor Waasland-Beveren. Van Dam. Nou ja, voelde een klein tikje van zijn landgenoot Bloedmes. Lijkt me weinig aan de hand. Tijdens rust kan ik trouwens kijken naar twee samenvattingen van wedstrijden van vanmiddag. Twee leuke wedstrijden, als het mij vraagt. Man City, Arsenal en Bayern München, Hamburg. Oh, gemene tackle van Charlie. En die gaat eruit gaan. Rood. Van Beeselaar heeft moeite. Peters. Meteen van handen. Of haarloos. Zijn hoofd. En dit is wel goed gespeeld van Maric. Henkes net te traag. Maar Van Dam goed in positie. Het is hoe je het bekijkt. Een tweetje met Storm. Een driehoekje. Goed, Johnson. Over de achterlijn gelift door Vasquez. Maar niet op bij van Zuccia. Uit in de beker. Heel moeilijk verhaal voor Van Veldhoven, die getekend was daardoor voor de wedstrijd. Van Zuccia. Even te ver, het hakje is net te kort. Storm probeert er nog iets van te maken. Kamavwaka. Van Dam met de voorzet en dan het schot van Idi. En het is nog niet gedaan. De kopbal van Rits gaat over. Maar een kans voor Mechelen, dat zeker. Met een beetje geluk via Sette Witte tot bij Cagé. Bal weggewerkt. Gent blijft wel in balbezit. Even. Laat zeker geen overtreding begaan. Wat een spannend slot hier. Cagé. Raakt hem kwijt. Van Dam. En Bato gooit hem voor het doel. Daar is Jonker. Maar ook Diogo op karakter. En met een klare kijk en een goede paas. In principe toch. Een sterke basistechniek. Hans Rits. Storm met de voorzet. Daar is de controle van Idi. Kan hem niet goed afleggen. Zo de Waregem kan counteren.
in zijn organisatie. Nasus. Daar is Hazard, de redding van Pachowski, Abibou. En dat scheelde weinig. Opgekuist door Jerry van Dam. De reguliere competitie voor het seizoen, dus een tijdje geleden. Wedstrijd die 2-3 verloren ging voor KV Mechelen tegen Zultenwaregem. Met een doelpunt en een assist voor Jonker. Maar kijken naar Van Dam. En daar is de eerste kopbal. En daar was Mats Jonker al meteen. Even zijn visitekaartje afgeven. Kijk, niet betalen. En de enige waarvoor ze die optie eventueel zouden lichten, is om hem dan meteen door te verkopen. Het gevaar is dat ze hem niet verkocht krijgen, dan zitten ze met zijn salaris opgescheept. Dus het zijn zo van die dilemma's waar je in het moderne koopvoetbal voor kan staan. Trekt de aanval weer op gang. Pedersen rechts ruimte. Bij die. Daar is de voorzet. Via bang voor de kopbal. Doel en doeltrap. Het spel kreeg de bal van een tegenstander wellicht. En daar een vreemde curve nog in de bal, waardoor bijna Matsrits gevaarlijk. Bailly, die bal niet te goed wegkreeg ook, van Oudenaarde. Bronjo houdt niet binnen, gooien voor Gopsi. Geuts, Gislason. Periode in de match, maar daar kan nu verandering in komen. Van Dam en dan de overtreding van Mikulic. En dat moet veel worden. Wanta, avec ce manque pas défenseur que je connais. Frédéric Bulot, le corner, rentrant en faveur des Canets, c'est coupé! Et ça fait 3-2 chez Rivandam. Encore un.